Wij gaan naar de leerlingen van de Sint-Wilhelmus-school in het inheemse dorp Pobaka. We brengen belegde broden elke schooldag in de pauze. Het uitvoeren van dit project op elke schooldag wordt in stand gehouden met hulp van donateurs. En daar vertelt Roscoe Vismalen u vandaag alles over. Zoals altijd maken wij wekelijks een verslag en in deze uitzending ziet u een verslag van enkele lieveringen, dan wel met Roscoe. Zijn vader Louis Vismalen is kort uitlandig voor zaken betreffende het sociaal werk van 1 voor 12. Nou, we sabi pe fugo. Mi beta po fika ni wa usuye. Son de do, son de libie. Vandaag, maandag 15 juli, we bevinden ons. U ziet, laat me snel zeggen, voorzitter Vismalen niet, u ziet mij persoon. Maar laat me ook snel voorzitter Vismalen groeten. Hij is momenteel aan de andere kant in Nederland. En ik groet voorzitter Vismalen, verschillende donateurs natuurlijk ook. En ieder Suriname, zowel Nederland. Ik groet alle vaste donateurs van Stichting 1 voor 12 die ons een power geven. Zodat wij de kinderen van de Sint-Wilhelmus School een lekker broodbeleg kunnen geven. We zullen zo meteen starten om, u weet, het verdelen van brood. U zal zo meteen de kinderen zien, sommigen rennend en aankomen om een brood te ontvangen. Ik ben trots op alle vaste donateurs, moet ik zeggen. Ik weet zeker dat wij van 1 voor 12 u op zo'n manier een verslag kunnen geven. Dat u ook een beetje deelgenoot kan zijn wat wij allemaal doen. Het verdelen van brood, ook andere zaken. Het is niet alleen brood. In de stad helpen we de mensen in nood en noem maar op. Nogmaals, dankjewel alle donateurs. We groeten voorzitter Vismalen en natuurlijk ieder die 1 voor 12 dagelijks ondersteunt. Nou, u merkt het zelfs. We hebben een deel van de kinderen kunnen voorzien van brood. De resterende broden zullen zelf verdeeld worden door de leerkrachten. Mag ik nogmaals iedereen danken, alle donateurs bedanken. En we rekenen op je steun om de kinderen, als het aan mij ligt, kunnen we elke dag de kinderen voorzien van brood. Maar we doen het maandag, woensdag, vrijdag in beeld. Maar steunt u 1 voor 12, dan ziet u zeker meer mooie projecten van ons. Alvast dank. Vandaag woensdag 17 juli, we zijn er weer. U weet wat we allemaal doen. We zijn weer bezig met de kinderen van de Sint-Wilhelmus School, de Powaka. We groeten van hieruit alle donateurs in Suriname en ook in het buitenland. Voorzitter Vismalen, we groeten voorzitter Vismalen van hieruit. En ook natuurlijk de vaste donateur, zoals mevrouw Linda Bleid. Wij roepen u op om te blijven doneren. Dat is wat wij vragen. U bent ook niet verplicht hoor. Natuurlijk, als u dat niet kunt, dan kan het niet anders. Maar wat u natuurlijk binnen uw vermogen zit, vragen wij u. Doneert u een dubbeltje, doneert u een kwartje. Alleen dat wij verder de mensen in nood kunnen helpen. Of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. We bevinden ons helemaal in Powaka. Dat is u al bekend. De kinderen van de Sint-Wilhelmus School verzorgen wij
brood met beleg. Vandaag is het brood met kaas. De kinderen genieten, dat ziet u ook in beeld. En dit is natuurlijk mede dankzij verschillende donateurs. Dat wij de kinderen van de Sint-Wilhelmus School van brood kunnen voorzien. Voorzitter Vismalle, die ziet u voor een paar dagen niet. Hij is in Nederland. Ik groet hem van hieruit. En ook donateurs wil ik oproepen om contact te maken met voorzitter Vismalle voor wat doen als u wat wil doneren. Maakt u contact en ook voor de verschillende projecten dat u wilt uitvoeren samen met 1 voor 12. Zegt u, u wil de kinderen misschien een ander beleg geven, dan maken wij dat voor u wel in orde. Vandaag is het broodkaas. Als u zegt maandag of woensdag een lekkere chocopasta of u wilt misschien kaas geven aan de kinderen, dat mag ook, maar neemt u dan contact op met voorzitter Vismalle. Ik bedank ieder, alle donateurs en alle trouwe kijkers van ons bedank ik ook. Want natuurlijk, zonder uw suggestie kunnen wij natuurlijk het werk niet voortzetten. Uw advies is ook belangrijk. Wij nemen dat alles mee en proberen zo veel mogelijk het goede werk voor u voort te zetten. Hartelijk dank.